Maar kunt u eens uitleggen hoe werkt een mondkapje? Hoe draag je die eigenlijk precies? Het is belangrijk dat je mondkapje op een veilige manier opdoet, anders is de kans op besmetting groter. Het is belangrijk dat je een wegwerpmondkapje gebruikt. Wegwerpmondkapjes kun je kopen in drogisterijen, bij de supermarkt of je bestelt ze online, bijvoorbeeld bij bol.com. Was in ieder geval 20 seconden je handen met water en zeep. Of gebruik een handgel van minstens 70% alcohol. Goed wassen, tussen de vingers, bovenop de handen en onder de handen, ook de polsen meenemen. Een mondkapje pak je beet aan de touwtjes. Die touwtjes doe je om je oren. Je zorgt dat die goed over je kin, je neus en je mond zit. Het enige wat je nog moet doen is met twee vingers bovenaan knijpen om hem goed af te sluiten. Het beste is toch dat je het constant aan de touwtjes vasthoudt. Dus ook hem er zo afhaalt. Als je het mondkapje om hebt, niet meer aanzitten. Gebruik hem maximaal 3 uur. En als het mondkapje nat wordt, dan gooi je het weg en pak je nieuwe. Hoe moet je dat nou eigenlijk doen als je een bril draagt? Ik heb hier mijn bril. Ik zal het even laten zien. Je doet je bril op. En wat zie je? Ik adem uit. Hij gaat inderdaad een beetje beslaan. Het enige wat je zou kunnen doen is heel hoog je bril of je mondkapje zetten. Je zet je mondkapje heel hoog. En dan je bril iets lager. Maar eigenlijk is er heel weinig aan te doen. Je kunt wel bij de opticien een flesje kopen voor anticondens, maar dat is ook het enige. Nou, als het binnen de 3 uur is, dan kun je het mondkapje aan je touwtjes van je mond afhalen en op een bepaalde manier vouwen en in een doosje of een zakje bewaren. Kun je hem daarna weer op de goede manier opdoen. Ga je het mondkapje afdoen, pak hem bij de elastieken, doe hem in een zakje als er geen prullenbak is, of gooi hem in de prullenbak. Als je het mondkapje hebt gebruikt, dan doe je het af, netjes aan de elastieken. En daarna was je 20 seconden weer met zeep en water je handen, of je gebruikt weer de 70% alcoholgel. Nou, ja. Tot ziens. Bedankt voor de tips.